Je kent ze wel. Twee dingen waar ik wel echt heel erg blij om ben. Donderdagje van Jola. Goedemorgen. Zo, hoi, goedemorgen deze morgen. Deze donderdag is het alweer. Ik heb nog niet gevlogd vandaag, maar we hebben wel al van alles gedaan. Namelijk de inspectie gehad van mijn huisje die opgeleverd moet worden. En toen hebben we ook nog allemaal dozen daarvan. Heeft Bart in de auto gezet en naar hier gebracht. Dus alles is weer een stuk verder. Alleen, ik doe even een beetje rustig aan met vloggen. Want ik heb heel erg last van mijn bekken sinds gisteren. We hadden gisteren die fotoshoot. Toen moesten we een stukje lopen daarheen en... ik ben dan waarschijnlijk niet genoeg bezig met hoe ik loop en te haastig en zo. En toen schoot het er een beetje in. En dat is nu helaas, normaal is dat na een nachtje slapen is dat weer weg. Maar nu is het nog niet weg. Dus het trekt heel erg in mijn bekken, helaas. Dus Zo, heel even bij de Albert Heijn. Want ik was van de week al bij de Lidl. Maar ik heb toch nog een paar dingetjes echt eventjes nodig van de Albert Heijn die ze daar niet hadden. Dus vandaar. Vanochtend kreeg ik weer een updateje in mijn mail met van die zwangerschapsnieuwtjes. En dat was dit keer de boodschappen voor de kraamweek. Nou, een kraampakket heb ik eigenlijk nog niet eens. En de dingen voor de baby heb ik ook nog niet allemaal. Een kraampakket moet ik bijvoorbeeld ook nog kopen, want ik heb die niet van mijn zorgverzekering. En ik moet voor de baby nog volgens mij wat dingen hebben voor het geval dat de borstvoeding niet goed gaat. Dus dan moet je dus wel iets van melkpoeder in huis hebben. Dus dat is even los hiervan, maar dit zijn de boodschappen die ik gewoon maar vast heb gehaald. Je weet maar nooit. Ze kunnen toch gewoon in de vriezer en zo. Dus wat maakt het uit? Bijvoorbeeld, in de kraamweek, ik weet nog met Jola, dan kom je de deur niet uit. En dan moet je gewoon even wat dingen in huis hebben. Pizza's bijvoorbeeld. Die kun je gewoon in de vriezer leggen. En die zijn super handig, want ik ga niet koken in de kraamweek. En Bart misschien wel. Maar daarvoor kwam ik iets anders tegen. En dat zijn... allerlei van dit soort groenten. Gewoon sperziebonen, kan die maken. Dit soort dingen, kan die ook allemaal maken. Ja, deze mag je natuurlijk ook niet missen. Buschuit. En dan niet één pakken. Je kent ze wel. En je moet ze natuurlijk ook gewoon hebben. Want we gaan allemaal lekker meedoen met deze leuke cliché. Ik vind het super leuk dat de kraamvisite een beschuitje komt eten. En die traditie zetten we dus ook voort. Dus dat hebben we gewoon alvast in huis. Het blijft toch goed. Dus wat maakt het uit dat het er alvast staat. Thee en koffie moet je natuurlijk ook in huis hebben. Als je al kinderen hebt en die gaan naar school, dan moeten die 's ochtends brood gesmeerd hebben en naar school. Nou wil het wel eens dat als ik de boodschappen niet doe, dat er geen brood is. Dus ik ga gewoon eventjes deze twee invriezen, dat er sowieso iets in de vriezer zit. En beleg, daar is ook één oplossing voor. Deze pot, die zal vast genoeg zijn voor de komende tijd. Wat langer houdbare melkjes. Wij drinken geen gewone melk, maar deze. Maar zijn ook wat langer houdbaar, dus supergoed. Fruitjes, om toch nog een beetje gezond te zijn. Voor door de shakejes en zo in de ochtend. Door de havermout gaat dit bij mij altijd in de ochtend. Ja, dat zijn gewoon dingen die moet je gewoon in de vriezer hebben liggen. En dat is helemaal, handig. Heb jij ook nog tips van dingetjes die ik in huis moet halen voor de kraamweek? Want ik heb nog alle tijd natuurlijk. Even los van de baby dingen hoor. Want weet ik natuurlijk allemaal wel. En heb ik ook allemaal lijstjes voor. Maar het is wel handig om gewoon qua boodschappen ook een beetje voorbereid te zijn. En natuurlijk kan ik gewoon Bart op pad sturen hoor. Dus het is allemaal niet zo heel erg belangrijk. Maar het voelt wel gewoon lekker of zo. Dat hij ook niet echt de deur uit hoeft. En gewoon lekker bij me kan zijn. Zoveel mogelijk als maar kan. Kom maar op met de tips. This is where the pain is. Hier. Echt zo raar. Het is ook zo raar dat die pijn aan één kant is nu ineens. Schaambod rechts. Maar verder is alles goed. Waar ik wel echt heel erg blij om ben. Punt 1. Fietsen gaat gewoon wel super goed. En het regent niet. Dus ik kan ook eindelijk weer fietsen. Yay! Ik zit lekker
lekker te editen. Terwijl Bart boven heel druk bezig is. Ik heb hem net wel een beetje geprobeerd te helpen. Maar wil niet echt lukken. Ik heb gewoon echt te veel last. Dus hij is bezig. Want de stucadoor, die komt ineens eerder. Dus die komt morgenochtend vroeg al onze hele zolder stuken. En dan is nog een weekje wachten op de vloer. En dan kunnen wij eindelijk met onze slaapkamer daar naartoe. En dan is er trouwens nog wel één dingetje. Want ik hoorde nu ineens dat je misschien niet thuis mag bevallen wanneer je slaapkamer op zolder is. Dus dat moet ik nog heel even gaan overleggen met de verloskundige hoe we dat dan gaan oplossen. Geen zorgen. Dankjewel voor het kijken in ieder geval. Dat vind ik super cool dat jullie gewoon even goed kijken. Ondanks dat ik soms gewoon wat kortere vlogs heb of wat mindere dagen heb. Maar that's life. En deze vlogs zijn ook mijn life. Dus dank jullie wel. Oh ja, en abonneren zeker eventjes als je dat nog niet bent. Want dan mis je niks. En wie wil dat? Doei! Rock that joint.